Daar zijn we weer. Voor de derde keer geloof ik met rekenen alweer. Of het is welke volgorde je er van de filmpjes bekijkt. Moet je zelf maar weten. We gaan even splitsen. Want in jullie huiswerk zit deze opdracht ook heel vaak. Het splitsen. We beginnen eerst met de makkelijke. Als we 10 gaan splitsen, dan kunnen we aan die verliefde getallen denken. Er zijn iedere keer getallen die altijd bij elkaar horen omdat ze samen 10 zijn. Bijvoorbeeld, wie is er verliefd op de 2? Wie hoorde er ook alweer bij de 2? Zeg het maar. Geen 7. Heel goed tellen. Je hebt er al 2 en je moet naar 2 volle handen. Hoeveel heb je nodig? Daar hoort inderdaad de 8 bij. 8 en 2 vormen samen steeds 10. Probeer die uit je hoofd te leren, want die kom je je hele rekenwerk nog tegen tot aan groep 8. Vertel, wie is er verliefd op de 4? Wie vormt samen met 4 10? Hoeveel stapjes moet ik van 4 zetten naar 10? Hoeveel stapjes is dat? Ik sta op 4. Wie weet het al? Ik deed het voor met mijn vingers. 6 inderdaad. 6 hoort erbij. 6 en 4 vormen samen een tientje. Wie hoort erbij? En ik denk dat dit een makkelijke is. Wie hoort er bij de 5? Wie is er verliefd op 5? Wie vormt samen met 5 een tientje? En eigenlijk, ja, ik heb hem al gehoord, geloof ik. Daar hoort de andere 5 bij, hè? 5 en 5 is samen 10. De volgende. Wie vormt er samen met de 3 een tientje? Hoeveel stapjes moet ik van 3 zetten om bij 10 te komen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de pen niet meetellen. Hoeveel stappen zijn dat? Dat zijn 7 stappen. Probeer dit uit je hoofd te doen. Want wat ik net al zei, we hebben het nodig tot zeker in groep 8. We gaan naar de volgende. We gaan 12 verdelen. Maar nou zijn ze niet meer verliefd. Nu moeten we gewoon kijken. Als ik een getal opschrijf, hoeveel moet er dan bij om 12 te maken? Als ik er al 10 heb. Ik heb al 10 koekjes. Even lekker koekjes. Altijd leuk om mee te rekenen. Pepernoten rekenen hebben we met Sinterklaas al gedaan. Hoeveel koekjes moet ik erbij leggen om 12 te krijgen? Ik heb er al 10. En ik moet naar de 12. Het zijn maar een paar stapjes. 10, 11, 12. Is niet zo heel veel. Klopt, het was 2. Hartstikke goed. Maar nu. Ik heb 9 koekjes. Eentje minder aan deze kant. Dan moet ik er vast eentje meer aan de andere kant bijleggen. Denk eens goed na. Ik sta op 9 en ik moet naar de 12. Ik sta op 9. 12. Hoeveel stappen heb ik gezet? Denk maar even terug. Ik sta op 9 en ik moet naar de 12. Je hebt goed geteld. Het waren er 3. Knap. Ik heb 6 koekjes. 6 koekjes. Maar ik wil er straks 12 in de trommel hebben zitten. Want dat vind ik gewoon fijn. Als er mensen op bezoek komen, weet ik dat er genoeg koekjes in de trommel zitten. Maar hoeveel moet ik erbij doen om 12 te krijgen? Nu moet je ook denken aan wat we in de klas hebben gedaan. We hebben wel eens een som gehad met bovenaan een bakje. Dat zat zo. En daar zat 12 in. En toen moesten we het keurig gaan verdelen in 2 andere bakjes. Stel dat hier 6 in zat. Hoeveel moest dan in dat bakje? Weten jullie nog wat dat het eerlijk verdelen was? Juist, ik hoorde hem al. Aan de andere kant zit dan ook 6 in dit geval. 12 verdelen is toevallig heel eerlijk als we met 6 werken.
Hebben jullie helemaal goed. Ik gum dit even uit, anders past het niet meer. Stel je voor, ik heb er 5. Dat is hier eentje minder dan 6. Dan moet ik aan de andere kant misschien wel eentje meer doen. Want anders kom ik niet bij 12. Denk goed na. Ik sta op 5 en ik moet naar 12. Heel goed tellen. Van 5 naar 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hé, dat is inderdaad eentje meer aan die kant. Dus 7. Hartstikke knap. Bravo. We gaan naar de laatste. En daar doen we er maar 2 van. Hoe ga ik 24 verdelen? En het hoeft niet eerlijk. Mag wel. Hé, ik hoorde hem. Van de kinderen die in groep 4 werken in de stof. Die pakte al meteen de helft. En als ik zeg helft, dan betekent het dat we eerlijk gaan verdelen. 24 is 12 in de ene bak. Maar dan moeten er ook 12 in de andere bak. Maar we kunnen het ook niet eerlijk verdelen. Dan zeg ik bijvoorbeeld 4 aan de ene kant. 24. Hé, daar hebben we hem weer. Je hoort het getal. 4 en 20. 4 en 20. Hartstikke goed. Daar laten we het even bij het getalletje 24. Deze sommen komen jullie ook tegen in je huiswerk. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Je kunt altijd het filmpje weer even terugkijken, hoe het ook alweer moet. Succes, kanjers. Jullie kunnen het.